Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van Nathan's Kunst. Mijn naam is Nathan Lentel en zoals jullie het horen sta ik op een station. Maar dat is met een reden. De NS die heeft treinen. Maar hoe worden die treinen nadat ze niet meer gaan rijden bij de NS? Worden die dan gerecycled? Jazeker, er is nu een pop-up store op Utrecht. Ik weet niet of die er nog is als deze video online komt. Maar we gaan daar nu even een kijkje nemen. Dus we gaan nu naar binnen. Er zijn dus allerlei dingen. Kijk, een vogelhuisje. Jassenhangers van de NS op een bord. Buttons. Vogelvoerhuisjes van petflessen met bordjes. Hoe vet is dat? Boeken sleutelhangers. Allerlei een treinsleutelhanger. Die neem ik. Dames en heren, kijk dan hoe vet. Ze hebben ook een notitieboek gewoon met NS borden. Hoe vet. Die nemen we ook. Dames en heren, ik heb er even tussen gekeken en ik neem haar. Hier, en zelfs lampen maken. En hier zie je nog de vogelhuisjes. En ze hebben ook tassen van oude treinbekleding. Hoe vet. En etuis van oude treinbekleding. Zelfs sloffen van oude treinbekleding. Een doppelhonden spaarhuis. Alles hebben ze. Nou, dames en heren, ik heb het boek gekocht. Een sleutelhanger. Het is super leuk. Ze hebben ook tassen. Alleen het is redelijk prijzig. Maar wat ik al altijd zeg, voor duurzaamheid heb je geld nodig. En ja, het is redelijk prijzig, maar het is wel gerecycled. En ik ga hierin tekenen, kleuren, dingen schrijven over Nathan's kunst. De sleutelhanger, als je hem ziet, komt aan mijn duurzame tas, die ik ook altijd mee heb. Dus ik bedank jullie nu voor het kijken naar deze video. Als je zelf ook iets wil van de NS, moet je gewoon NS Weekly op YouTube in de gaten houden. Ik zal het kanaal taggen en dan zie ik jullie bij een volgende video. En dan zeg ik later. Vond u deze video nou leuk? Klik dan zeker op dat duimpje omhoog. Laat dan zeker ook een leuke reactie achter of een tip wat ik nog kan doen. Abonneer ook zeker even om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwste video's en shorts. En dan zie ik u bij de volgende video. En dan bedank ik u nu voor het kijken naar deze video. En dan zwaai ik u uit. En dan zeg ik, later, fijne dag. Doei.